mee voor restauratie? Nou, dat is een heel groot begrip eigenlijk. Dat is heel veel. Eigenlijk repareer je meubels die kapot zijn. En dat kan het hout zijn, of de verbindingen, of een slot kan het zijn. Soms kan je iets helemaal kapot en dan moet je dat helemaal opnieuw weer repareren. En soms is het alleen een afwerkingslaag die gerepareerd moet worden. Heel veel meubels worden gefineerd. Dat betekent dat er op hout een laagje hout geplakt wordt. Daardoor kan je heel veel verschillende dingen doen. Je kan ook motieven inleggen. Je kan een heel mooi fineer nemen. Deze uit. Dan gaat deze omhoog. En deze gaat omhoog. Dan klapt deze uit. En dan komt er een speeltafel tevoorschijn. Dit is dus allemaal stukjes fineer. Dit is mahoniefineer. Dit zijn andere soorten fineer. Die hebben ze ook allemaal. Dus zo kan je met fineer en eigenlijk iets heel moois maken. En ja? Is dat een beetje van deze tijd of werd dat vroeger ook heel erg veel gebruikt? Fineer? Nee, zo'n speeltafel. Dit meubel is oud. Dit is een oud meubeltje. En het is ook erg waardevol, schijnt het te zijn. Dan wil ik jullie nog wat laten zien, want er zit nog een trucje aan. Kijk, dat is echt heel bijzonder. Gaat, los van het hout is het gewoon het mechanisme wat erin zit, is vooral. Kijk. Dat heb ik zelf ook nog nooit gezien. Kijk. Tada! En dan zit er een backgammon in. Weer met verschillende soorten fineer. Hier kan je ook al die lijstjes zien. Dat kan je eigenlijk, dat kan je ook met massief doen, maar dit is wat je met fineer allemaal kan. Wauw, en hoeveel is zo'n speeltafel waard met zijn, wat hij nu kan? Weet ik niet precies, maar hij is ook gemerkt. Er staat een naam in gestanst. En dat maakt hem eigenlijk ook al bijzonder. Het feit dat iemand daar zijn naam in heeft gestanst. En dat is hier te zien. Ik weet niet of dat te filmen valt. Hier staat Shakui. Waar komt deze tafel vandaan? Ik weet het niet, maar als ik naar de naam kijk, Chapuis, doet mij dat enorm. Frankrijk. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik wel. Maar degene, de eigenaar van deze tafel, die is dat aan het uitzoeken. En als het een echte is, is hij veel waard. En zou best wel een schatting kunnen bewaren met al die kleuren. Ja, nou ja. Dit is stopwas. Alle kleuren, heel veel houtkleuren. Hier hebben we bijvoorbeeld een gaatje. Ja, dat ga je dan dichtduwen, zo. Zie je? Ga je dat zo dicht. Ja, dan vul je dat zo. Deze is dus te licht, maar ik doe dat even expres. En dan heb je dus je gaatje gevuld. Dit moet je dan even nog schoonmaken met een beetje terpentine. Of een doekje. Alles eromheen. Dan heb je dus je gaatje gevuld. En als het nou de verkeerde kleur is, dan kan je hem nog wegkleuren. Ja? Dit is scherp. Als je dit oplost, deze vlokken, die ik nu even weghalen, in alcohol, dan wordt het vloeibaar. Ja? Dit is polytour. Als je dat dan, dit is ook weer zo'n ding, in een dot doet, dit noemen wij een dot. Het zijn allemaal, iedereen maakt zijn eigen dot. Deze dot is ook al, denk ik, 10 jaar oud. Die blijf ik maar gebruiken. Dan doe je daar een beetje alcohol in. En dan doe je daar, ik pak even mijn eigen polytour. Dus dit is ook polytour wat er in deze fles zit. Polytour in. En dan ga je met je dot, ga je eigenlijk die nerf dichtdraaien. Want hout is open, en dan draai je die nerf dicht. En je gaat draaien, 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 draaien. En zo krijg je op een gegeven moment een glanslaag erop. Dus zo'n meubel, die wordt soms wel, weet ik veel, dan kan je dagen kan je hiermee bezig zijn. En jij werkt ook soms met machines. Ja. En welke machines zijn het gevaarlijkst? Nou, ik zou je vertellen, ik ben een beetje raar, want ik werk eigenlijk niet met machines. De meeste mensen, ik ben meubelmaker officieel. En dan leer je dus met hele grote machines werken, vlakbanken, van dikte banken, grote machines. Nou, ik vond dat altijd heel erg eng. En in de restauratie werk je met kleine handmachines, maar eigenlijk werk ik niet met machines. De enige machine die ik heb is een lintzaag en ik heb een schuurbankje. En verder heb ik een boormachine en een föhn. En verder heb ik eigenlijk niks. Vroeger deden ze het ook allemaal zonder machines.
als er bijvoorbeeld jij lijmt iets of iets moet drogen, ga je dan gelijk door met ander werk of ga je dan even ergens wat drinken? Of zo? Oh, dan ga ik een bij de kroeg een biertje drinken. Dan kom ik 5 uur later toe. Nee, dan ga ik iets anders doen. Begin ik aan een ander project, ja. Ja. En dan wil ik jullie nog wat laten zien, want dat is ook heel belangrijk in de restauratie. Dat is de lijm. Je hebt in de restauratie heb je, werk je eigenlijk met de ouderwetse lijm. Gebruik de oude technieken van 100, 200 jaar geleden. Vroeger lijmden ze met beenderlijm. Dat is lijm gemaakt van botten van dieren. Of van botten van vissen. Ja, of van, nou, je hebt hier allemaal verschillende lijmen in. Die lijm die doe je in een pot. Hier zit dan water in. Dat water wordt warm, 70 graden. Dan doe je lijm hierin. En dan langzaam, ook bij Marie wordt dat dan opgewarmd, wordt het vloeibaar. Die pot is nu niet vloeibaar, maar dat is beenderlijm. Daar werk je mee in de restauratie. En wat er belangrijk aan is, is dat als je iets fout lijmt, dat je het weer los kan halen. Want alles wat je doet in de restauratie, moet je ook weer ongedaan kunnen maken. Want dat is ter bescherming en het behoud van het meubel. Want de volgende generatie moet het ook weer kunnen restaureren. Dus dat is belangrijk, dat je rekening houdt met dat het de volgende generatie het ook weer kan behouden.